Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Nathans Kunst. Mijn naam is Nathan Lemson en vandaag gaan wij korte video's bekijken op TikTok, op YouTube en misschien nog op Instagram, maar dat denk ik niet, want daar volg ik niet zoveel mensen. over kringlopen, duurzaamheid, upcyclen. Dus we gaan kijken wat we kunnen vinden op de telefoon. Erover. En dan ben ik benieuwd wat mijn reactie daar natuurlijk op wordt. En we gaan maar als eerst naartoe TikTok. Nou, als eerste is er een TikTok van mijn vrijwoord gegaan. Dat is deze. Ik ben nu in de kringloop en er staan gewoon wies. Gewoon wies. Je kan echt alles kopen bij de kringloop. Want als het binnenkomt, verkopen ze. Dus als je een wie wilt, ga naar de kringloop en fingers crossed dat het er is. Kijk hier, ze hebben nu zelfs tegenwoordig soda's drinks. Krijgen ze gewoon binnen. Alles heb je hier bijna, wat je wilt. Echt, bijna alles kan je kopen bij de kringloop, wat je wilt. Zelfs kleding. Ja, kleding. Ik ben nu in de kringloop. Maar daar is dus een andere iemand, een kringloop, het goedkoopje. Ik noem gewoon de naam. Wordt er jammer genoeg niet door vertaald. Had wel fijn geweest. Ja. Gaat nog niet echt lekker met het geld verdienen, maar goed. Ik ben nu in de kringloop. En er staan gewoon wies. Gewoon wies. Hij is echt heel leuk. Alles kopen bij de kringloop. Dit is heel leuk dat ze dan zeg maar die spullen vast hebben als ik zeg je kan alles kopen bij de kringloop. Want als ze binnenkomt. En dan bij de inbrengdeur staat ze dan met een pot heel leuk in haar hand dat die ingebracht wordt. Verkopen ze. Dan staat ze zeg maar, dat was heel snel, dan staat ze bij de kassa. En ja, het laatste wat ze doet is ook super leuk met een wie in haar hand. En ja, we kijken dan. Dus als je een wie wilt, ga naar de kringloop en fingers crossed dat het er is. Ik ben niet in de kringloop. Superleuke TikTok. Er staan gewoon wies. Maar we doen ook meer op TikTok. En dan gaan we even kijken. Ze hebben hier bijvoorbeeld deze. Something comes to pick you up here too. Deze vind ik heel leuk, ze staat op poetsen en dan komt ze uit de deur. Wat leuk met die ring live. En dan zingen. Ik denk dat ze de muts en de zonnebril ook uit de winkel hebben gehaald. Ja, dit is ook heel leuk gedaan met die truien dan elke keer eentje erbij. Maar je hebt ook de Ocean Cleaner, die zitten ook op TikTok, zeg maar. Ja, hier, de Ocean Cleaner. Die zijn dus bezig met de oceaan zo schoon mogelijk te maken. En ik vind dit wel echt heel vet. Dan gaan ze met die boten en visnetten, gaan ze al dat plastic wat in de zee ligt, gaan ze eruit halen. Dat heeft trouwens een Nederlandse jongen opgestart. Hij heeft mij ook geïnspireerd, zeg maar, om Nathans Kunst te starten. Door wat hij allemaal doet voor de oceanen schoon te maken, dacht ik, wauw. Maar dit moet ook iemand in het binnenland opzetten. En ook een beetje groots en uitgebreid en heel verwarrend maken. Ik kan heel dingen verwarrend maken. Maar hij van de Ocean Cleanup, ik weet even niet zijn naam, maar hij zit ook vaak bij Umberto. En hij doet echt hele toffe dingen met wat hij kan bereiken met zo'n ding. Hij heeft ook een boot ontworpen zelfs. Dat is deze. En die raapt het afval uit het water. Echt heel vet. Nou, hier zie je, dan maken ze een barricade met hoeveel plastic en ook wel natuurringen ertussen zitten, maar ook echt heel veel plastic. En het plastic wat wij zeg maar hier in de natuur gooien, dat wordt door de rivieren naar de zee gebracht, dus dat belandt in de zee.
En eigenlijk het afval wat wij weggooien, wordt ook heel veel naar buitenland verscheept. En ik vind dat dat echt moet stoppen en dat dat bij ons gerecycled moet worden. Want kijk, dit ligt er gemiddeld een beetje in de zee. Met denk ik één keer trekken. Maar dan verbaas je ook echt wat er tussen zit hoor. Hier gewoon een wasmand. Echt bizar. Maar we gaan even nog gewoon kijken wat mensen doen bij de kringloop. Ik ben nu in de kringloop. Oh, nou, gelijk wie? Mijn... Gewoon wie? Ik ben nu in de kringloop. Ik neem jullie mee naar de kringloop. Voilà. Doel is voor vandaag, ik zou wel graag een leren jas of überhaupt een jas, misschien een lange jas. Nog extra blazers en misschien een leuke schaal of zo. Nou, daar gaan we. Ik begon dus even bij de jas en ik vond hier al gelijk wel echt een paar parels. Wat betreft blazers hadden ze er niet zo heel veel, maar wel een paar. Ik trok in ieder geval eventjes deze lange leren jas aan. Leuk. Ik probeerde dus ook nog even een andere spiegel, maar ik twijfelde nog. En toen gebeurde dit. Ik trof deze Fendi stropdas aan. En kijk nou, het hing gewoon tussen een heel rek waar alle stropdassen 60 cent waren. Ik neem ook altijd een kijkje tussen de meubels en deze salontafel zit eerlijk gezegd nog steeds in mijn hoofd. En kijk, deze prijzen, dat is niet normaal. Oh ja, het servies is ook echt een van mijn favoriete afdelingen. En ja, ik was deze dag lekker aan het twijfelen. Dus ik ging toch nog weer al deze jassen nog een keer aantrekken. En toen was ik er eigenlijk wel echt over uit dat die leren jas en deze blazer mee naar huis moesten. Ik ben weer helemaal geslaagd. Bye. Ik neem jullie mee naar de kringloop. Voilà. Doel is voor vandaag. Ik zou wel graag een leren jas. Semanka Bahani. Het is geen verrassing, maar ik struin weer eens door een kringloopwinkel. Het servies en glaswerk vind ik altijd geweldig en zo goedkoop. Ze hadden weer mega veel blazers van. Ja, maar het servies en glaswerk is wel duidelijk waarom dat zo goedkoop is, toch? Daar produceren we te veel van. Ja, we hebben trouwens als mens meer bestek en meer bord. Nee, we hebben meer borden en meer servies dan we nodig hebben. Je kan het beste gewoon voor alleen je gezin borden halen en dan eentje extra voor 2-1 extra. En als je familie komt eten, dan vraag je maar lekker of hun een eigen bord meenemen. En het scheelt je kastruimte. Goede merken. Deze van Hugo Boss nam ik mee naar huis voor maar 5 euro. Dit sjaaltje met Burberry print was 3,50 en is nu van mij. Ik kocht een grappig koffiekopje. Leuk, ik hou van gekleurd glaswerk. Leuk bordje voor aan de muur. Deze vintage kan vond ik echt top. Bakjes zijn altijd welkom. Boerenbond vind ik echt geweldig. Nou, deze niet boots, zo. Amazing. En ik vond deze stoelen helemaal geslaagd dus. Het is geen verrassing. Hoi, welkom bij de grootste kringloop van Nederland. Deze zit namelijk gewoon in Den Haag. Wist ik niet. Dat is een rattenplan. Die in Den Haag is een rattenplan. Ik moet trouwens zeggen over mijn video met de DB's. Die is in de rattenplan opgenomen. Waar ik stage liep. En ik zeg stage liep. Ik ben daar weggegaan. Want ik, ja, ik vond het leuk. Maar ik zocht meer uitdaging. En ik wilde even wat anders weer. Dus ik ga nu naar een andere stage. Verschillende verdiepingen zijn er heel veel items te vinden, dus laten we vooral gaan kijken. Meteen bij de ingang heb je overigens een kast met hele bijzondere items, dus sla die vooral niet over. En ik startte bij de wanddecoratieafdeling. Altijd leuk. Toen ging ik door naar de kleding, maar dat vond ik iets te overweldigend, dus ik heb het bij schoenen gehouden. Ik was op zoek naar winterboots. Er waren ook genoeg mooie meubels te vinden. Ik vond deze stoelen best wel dik. Zet of zo. Deze bank is best wel lelijk, maar stel je zou hem anders bekleden. De vorm is wel vet. En dit was mijn droomstoel toen ik 15 was. En dit is voor al je Bali Bohemian dromen. Dit was iemands mandje die hele coole lampjes had. Wat is dit ding? Kan iemand mij dat vertellen? Een vaas. Bij het kleingoed, dat is een heel mooi ander. Mevrouw, dat groene ding, als je deze video kijkt, dat is een vaas. Maar nog, de lange is een vaas, daar kan je één bloem in zetten en dan dat andere kan je nog een klein bosje bloemen inzetten. Dus alsjeblieft. Precies, echt prachtig. Ik hou altijd van mooi glaas. Nou, leuk. Heb ik nou even geluk, jongens. Een Saint Laurent blazer in de kringloop. Maar is het echt? Dat ga ik natuurlijk even op onderzoek uit. Hier is nog een ander label met jawel Chinese tekens. Dus ik denk het niet. Maar goed, ik ga het natuurlijk wel even passen. Kijk, dit is hem alsof die voor mij gemaakt is op maat.
Ik denk dus ook dat dit voor iemand op maat gemaakt is, misschien wel in China. Of... Ik ga vandaag naar een kringloop die ik super lang heb gegatekeept en ik ga jullie meenemen. Ze hebben hier alleen maar vintage spullen voor echt super goedkoop. Ik moet hier wel voor bijna 1,5 uur rijden, maar ja. Ik heb... Jongens, ik heb een vraag. What the fuck is er in Nederland gebeurd met kringloopwinkels? Mijn broertje is verhuisd. Je bent 20, je hebt geen 50.000 euro om een huis in te richten. Dus ik zei, come on, we gaan even langs de kringloop kijken of we wat leuke dingen kunnen scoren. Ik weet niet of zij helemaal van de pot gerukt zijn bij de kringloopwinkel tegenwoordig. Maar what business does a chair have om 70 euro te kosten bij de kringloopwinkel? Een oude stoel. Nou, dan kan ik je uitleggen waarom dat 70 euro kost. Ze moet belasting betalen, dat één. Jij moet belasting betalen over product. Dat rekenen ze er al bij. Dus dat. En kringloops worden bekend door YouTubers. Hoi, ik ben een YouTuber die naar kringloops gaat. En ja, dus ze zien mogelijkheden dan gelijk om spullen duurder te maken. Maar ja, sorry dan. Sorry, daarom is het zo duur. Belasting en omdat het gewoon heel populair is en dan hopen ze er geld mee kunnen te verdienen. Want je hebt kringloops, die zijn stichtingen, zoals Het Goedkoopje is volgens mij een stichting. En Stichting Rattenplan, dat is ook een stichting. Dus dan als hun winst maken, dan gaat dat weer in het personeel in betere winkels. En ja, andere kringloops... Wat gewoon ZZP'ers zijn, ja, die lopen binnen te harken, zeg maar. Glazen vaasje, 15 euro. Kleding, een jurk, een tweedehands jurk, 10 euro, 12 euro. Ik heb maar kijk je dan ook, zeg maar, welk merk het is? Want kringlopen wijzen ook op merk. Ook een Rattenplan, ook een Het Goedkoopje. Ook die bekende namen kringloops. Die prijzen zeg maar ook op merk, zeg maar. Dus bijvoorbeeld als er een hele mooie vaas binnenkomt, dan gaan ze het opzoeken op het internet. En dan prijzen ze hem naar wat die ook op het internet waard is tegenwoordig. Dus ja, daarom is het zo duur. Staande lamp gekocht waar ik 36 euro voor betaald heb. En achteraf heb ik ook echt iets van, why did I do that? Het is oprecht nog goedkoper om bij de Action nieuwe dingen te halen, bij de Xenos, bij de Casa, whatever, dan om te... Dat ben ik mee eens. Soms is het inderdaad goedkoper om naar die winkels te gaan, maar doe dat niet. Kijk zoveel mogelijk bij kringloops, ga eventueel naar andere kringloops, maar probeer nieuwe producten zeg maar zoveel mogelijk te vermijden. Want we hebben al zoveel producten en als jij nou net weer niet die nieuwe producten koopt en wel... andere producten een nieuw leven gunt of even naar iemand, naar een medewerker loopt of bij de kassa vraagt waarom is het product zo duur, dan leggen ze je het vaak ook nog wel uit. Shoppen in een kringloopwinkel. En ik vind het zo idioot, de kringloopwinkel is supposed to be there voor de mensen die geen geld hebben om dingen in een normale winkel te kopen en het is gewoon fucking duur. En alle mooie spullen, daar staat een sticker op niet te koop. Er wordt gewoon gekke winst gemaakt volgens mij. Hallo, als ik iemand zijn oude smelly shit koop ergens... Nou, er wordt vooral geen winst gemaakt door stichtingen, want dat is nog ineens mogelijk. Ik vind het... Ik snap je frustratie. Ik weet niet hoe je heet. Ik snap je frustratie, het is veel te moeilijke naam, man. Maar ik snap je frustratie en ja, ik snap dat je boos bent op wat zij vragen. Ja. Om het vervolgens zelf te wassen en op te knappen, mag het best wat goedkoper zijn dan in de winkel. Nee. Want kringloops zijn bekend, dus ze gaan het echt niet goedkoper maken. Kom Twift with me en mijn oma. Oké, als eerste had ik dit schaaltje aan de steen. Toen vroeg ik oma als ze iets leuks wilde doen voor de camera. Die lamp vond ik ook hard en deze spiegel, maar ik heb het niet gekocht. Deze vond ik ook wel nice en deze stoelen ook. Toen zag ik een schele engel en dit zei mijn oma. Maar verder vond ze het wel leuk. Zo leuk dat ze ging zingen. Nou, leuk.
Toen zag ik Queen Bea 1966 en deze oude foto's vind ik altijd heel interessant. Ik weet niet waarom. Dit Japanse servies was ook... Nou, leuk. Hallo, hallo. Het leek me leuk om jullie een keer mee te nemen naar de kringloop om te laten zien wat ik daar vooral maar dat vind. De plan ook dit maar. Dit wiegje was echt te schattig. Als ik nog een baby kreeg, dan wist ik het wel dat ik die meegenomen. Echt, als je een baby krijgt, moet je echt een keer naar de kringloop. Dat zeker. Justin en ik zag... Hallo, hallo. Het leek me leuk. Deze jas zag ik al bij de mannenafdeling. Was echt vlagverliefd. Ik hou echt van zo'n... Vraag je, als je een vrouw bent, reageer even in de comments waarom jullie mannenkleding kopen. Want ook, ik heb een eeuw gedaan over zo'n... Deze komt ook van de kringloop. Deze hieronder komt ook van de kringloop. Mijn broek komt van Jack & Jones. Alleen die kunnen jullie niet zien. Maar waarom kopen jullie mannenkleding? Waarom is dat zo in? Dus als je dat weet, vertel mij dat. Waarom vrouwen mannenkleding kopen? Want dat wil ik gewoon echt weten. Oversized fit. Ik ga hem zo even aan en dan kan je het zien. Tussen de leren jasjes en handjes vaak ook nog wel wat leuks. En ik denk altijd van, nou, die moet je een beetje oppoetsen en dan krijg je er wel wat leuks uit. Pantalonnetjes, dat is wel veel leuks. Dus kijk, dit is de jas. Mee, ga blij mee. Heel lekker lang. En toen ik bij de kassa kwam, toen zag ik nog deze trui van Champion in maat L. En dit truitje met pofmoutjes. Heel leuk op een jeans. Nog een ledenjasje even laten hangen. Toen ging ik door naar de volgende kringloop. De uiteraard. Ja, in Alkmaar heb je zeg maar een hele straat met kringloops. Ik ga de video afsluiten. Dan was dit dan. Als jullie meer van deze content willen, like dan zeker de video. Want bij de 10, 20 ga ik het gewoon weer opnieuw doen. Als er ook in de reacties staat een nieuwe video, dan ga ik weer reageren op TikToks en Shorts. En dan bedank ik jullie nu voor het kijken. Vond u deze video nou leuk? Klik dan zeker op dat duimpje omhoog. Laat dan zeker ook een leuke reactie achter of een tip wat ik nog kan doen. Abonneer ook zeker even om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste video's en Shorts. En dan zie ik u bij de volgende video. En dan bedank ik u nu voor het kijken naar deze video. En dan zwaai ik u uit. En dan zeg ik later, fijne dag. Doei.